7 juni. Een paar maanden geleden zat er tussen mijn fanmail een brief van een jongen uit Waalwijk die geleid heeft tot een onregelmatige en geleidelijk wat uitdagende correspondentie. Hij heet Mario, is 17 jaar oud. Ik woon nu van 57 en jij van 78, ja. Ja, dat weten we uit het boek. Oh ja. Nou, dat weet je nog niet. Het einde van het 12e deel van de geheime dagboeken. Wordt de taxi besteld voor 12 uur en voel me een dwaas. Een man van mijn leeftijd die zich uit geilheid en nieuwsgierigheid in zo'n situatie manoeuvreert. Haalde hij me op op het station, was het? Of? Het was op het station. Ik kon in Goes hier, ja. En hoe ging dat aan? Het was een hele warme zomerdag. En ik had een grote taart meegebracht. Ja, en ik herinner me nog, het eerste wat ik deed was die taart in jouw handen stoppen. En daar stond ik. Toen zijn we hier naar Hans' huis gegaan. En voorzichtig gepraat en afgetast. En ja, heel langzaam merk je dan dat het klikt. Ik was toen 17, bijna 18. En ja, je bent jong en een beetje wild en avontuurlijk. En ik had natuurlijk in mijn brieven al wel wat door laten schemeren. Maar hij wist niet hoe ik eruit zag. En je weet niet van of je met elkaar het langer dan 5 minuten volhoudt. En hoe zoiets in elkaar zit, kun je nooit nagaan. Maar die bewondering voor het werk is al heel snel ook een bewondering voor het persoon geworden. En ja, dan daar komt echte liefde uit voort. Je voelt je niet dagelijks 40 jaar jonger of zoals nee. Jij 40 jaar ouder. Maar nu we inmiddels dus 17 jaar samenwonen, het is natuurlijk wel zo. Bij mij gaat die aftakeling sneller dan jij bent nog in de kracht van je dat leven. Dat vind ik eigenlijk niet. Als je nou die foto's bekijkt, ben jij niks veranderd. Terwijl ik toch flink in verval. Het is waar. Er werd toen gezegd de pedofiele vogelaar. Maar dat, ik ben nooit pedofiel geweest, inderdaad. Nee. Maar Mario was natuurlijk precies wel de leeftijd waar ik dan wel... waar het begon. Wel, ja. En terug naar het dagboek, wanneer komt deel 13 uit? Dat zal pas waarschijnlijk in 1996 worden, ja. Als je 75 bent. Ja, bij mijn 75ste, ja. Dit jaar komt er geen, nee. Heb je het al gelezen? Nee. Hans' dagboeken die blijven ook voor mij geheim, tot hij ze uitgetypt heeft. Maar ik ben er natuurlijk heel nieuwsgierig naar en ja, aan de andere kant zie je misschien met een beetje angst tegemoet van wat haalt dat allemaal overhoop. En ik vind toch dat je niets mag verzwijgen, want dat is toch de kracht van zo'n dagboek. Dat is de kern van die boeken, ja. Zelfs van wie je het meeste houdt, mag je niet ontzien. Dat vind ik ook dat absoluut niet mag gebeuren. In mijn jonge jaren was dit onder homoseksuelen een soort cultschilderij, maar in de Louvre hing het toen in de depots. Het was toen niet opgehangen. En nu is het teken, vind ik, voor de verandering van heel de mentaliteit, dat tegen al tientallen jaren nu hangt het in de eregalerij. Toen jullie elkaar ontmoetten, was dat eigenlijk wel helemaal volgens de Griekse beginselen. Een oudere man met een jongere jongen. Ja, nou, nu zijn, als je erover na gaat denken, die Griekse beginselen zo ingewikkeld, dat valt bijna niet naar. Legt het dus heel compact uit? Dat is inderdaad tussen een oudere man en een jongere man. Maar die oudere man, die is vaak niet echt oud, hoor. Die kan ook 20 zijn, bij wijze van spreken. Om te beginnen bestaat het gewoon naast het huwelijk. Die mannen die dat deden waren vaak ook getrouwd. Dat is normaal. Dat is ook een zeer vriendschappelijke verhouding. Maar natuurlijk ook met een zeer duidelijk geregeld erotisch verkeer. Met actief en passief ligt daar zo verschrikkelijk vast.
Dat als de oudere bij wijze van spreken niet de actieve partner is, dan is dat zoiets vernederends en Grieks idee. Dat is helemaal uitgesloten. Dat luistert naar zulke ingewikkelde spelregels. Dat valt eigenlijk nauwelijks te vergelijken met hoe homoseksuelen nu leven en hun samenleving geregeld hebben. Dat is een heel complex gebied. We kennen allemaal die dagboeken vol verlangens en al die jongens. We zijn helemaal tot rust gekomen eigenlijk 17 jaar geleden. Ik heb nooit eigenlijk een relatie met een jongen en later met een man dus gehad als met Mario. Je hebt maar enkele mensen waarschijnlijk in je leven waar je een zo intense betrekking mee hebt. En zoals dat met hem geworden is, is dat voor mij, dat heb ik ook verder nog, dat is voor mij ook eigenlijk de eerste keer. Is het huwelijk met een man heel anders dan met een vrouw? Ja, ik kan het niet uit de praktijk zeggen. Hans is bijna 23 jaar getrouwd geweest. Maar, ja, en ik zeg ook eerlijk, ik word door vrouwen van tijd tot tijd aangetrokken. En ik ben ook heel, ja, eigenlijk heel, hoe moet je dat zeggen, heel dankbaar, een rot woord, maar dat ik het ook dit leven met een vrouw en met kinderen gekend heb. Dat ik dus al die facetten daarvan ook beleefd heb. En ja, ik zou dat niet graag hebben willen missen toch. Ook al heeft het veel scherpe kanten gehad. Dit is een Balisch beeld, Tupac, maar wij kunnen het niet laten om hem Boudewijn Buug te noemen. We hebben altijd Boudewijn Buug op onze kast. Zoals die bolle ogen en die fraaie haardos. Het is echt een heel goed gelijkend portret, hè, weet je niet? Hoe is het precies om ervan uit te gaan dat je je partner halverwege je leven zou verliezen? Ja, je kunt je ogen daar natuurlijk niet voor sluiten. Je weet dat dat in de natuur der dingen besloten ligt. Maar je denkt daar natuurlijk niet iedere dag aan. Er is een soort natuurlijk iets. En het geeft een soort intensiteit natuurlijk aan een relatie. Maar ook natuurlijk. Het is natuurlijk ook altijd een angst. Mijn angst in het begin was altijd. Heb van het direct aangezien en ook altijd tegen Mario gezegd, jij kunt zo verschrikkelijk veel, jij kunt zelf zo ontzettend veel, je moet niet helemaal je in, toen hij nog zo jong was, je moet je niet helemaal in mijn schaduw opstellen, dat wil ik niet, je moet jezelf zijn. En ik was in het begin bang dat, ja, wanneer ik weg zou vallen, dat hij dan zich niet, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar zich niet zou weten te redden. Als er iets is, dan denk je misschien meteen, is dit het begin van het einde? Maar het is natuurlijk, en je moet daar, tenslotte vertalen bij Plato, daar moet je weten wat de dood is. En dat is inherent aan zo'n betrekking. De tijd is natuurlijk van iedereen een vijand, maar voor ons natuurlijk in het bijzonder als je zoveel scheelt. Maar je moet niet dag in, dag uit met een soort angst, een soort goed idee leven van hoe moet het nu verder? Laten we daar eens eventjes proberen zekerheid over te krijgen. Dat kan ook niet. Dat je leeft en hij leeft ook. En daar ben ik blij mee.